Jan van Willemeers, zondag trekken jullie naar Gullegem. Ja, als we naar het programma van Dender kijken, zal rechtstreekse promotie heel moeilijk worden. Ligt de focus nu al op de eindronde? Ik denk dat we redelijk goed staan voor de eindronde te halen. Maar allez, als we 6 op 6 halen, hebben we sowieso een kans voor direct te promoveren. Dus daar gaan we absoluut voor. En anders staan we goed voor de eindronde. Zaterdag werd je gewisseld, Thijs. Is de pijn die je had, een bloeduitstorting denk ik, is die voorbij? Ja, ik heb nog wat last en mijn scheen staat nog wat gezwollen, maar ik kan erop lopen. En dus het valt vrij goed mee, want het zag er niet zo goed uit toen dat juist gebeurd was. Maar het is geen scheur of niks, dus ik ben er content van. Vorig jaar op Gullegem hebben jullie 0-1 gewonnen. Het was niet 100% tijdelijk wie scoorde. Jij stond in het verslag vermeld. Of was het nu Van den Bossen? Wie was het nu juist? Laten we zeggen, ja, volgens mij mezelf en volgens Bossie. Maar ja, het zou wel kunnen dat hij vlak voordat hij over de lijn is, dat hij hem zijn voeten nog tegenzet. Maar dat was wel het belangrijkste dat we daar gescoord hebben. Want het was daar, het kon zo wel alle kanten op, denk ik, vorig jaar. En dus wie dat er scoorde, had veel kans om te winnen. Laat ons zeggen dat je van jaar opnieuw gaat scoren op Gullegem en dat nu duidelijk zal zijn dat jij zal zijn. Hoeveel wordt het zondag? 0-2. 0-2? Oké. Okay.